Slechts een handjevol mensen durft het aan om vandaag een duik te nemen in het buitenbad van zwembad De Hoogt in Papendrecht. Een kleine tegenvaller na het mooie weer van gisteren. Ik zat gisteren heerlijk op de camping in het zonnetje. Toen dacht ik van, als we dit weer morgen hebben, dan heb ik volle bak. Maar ik werd vannacht wakker van het onweer en de regenbuien. En toen dacht ik van, oh, dat gaat mijn eerste dag. Maar gelukkig komen er nog wel wat mensen zwemmen. Bevalt het, dames, de eerste dag in het buitenzwembad? Koud, maar het is wel heel leuk. Yeah. En we wouden eigenlijk wel iets samen doen, omdat we vandaag ook 10 jaar beste vriendinnen zijn. Dus we wouden wel iets leuks gaan doen. Ja, we moeten iets doen hier op Papendrecht in de vakantie. Hoe bevalt het water? Ja, het water is goed. Het is niet koud. Hoe koud is het? Heel koud. Je bevriest bijna in het water. De Hoogt is een van de eerste buitenbaden in de regio die geopend is. Toch had het zwembad graag nog eerder open gegaan. We waren op 16 april helemaal klaar om onze gasten te ontvangen. Die gasten die wilden ik gaan ontvangen naar aanleiding van berichten van onze weervoorspellers. Die hadden gezegd van, joh, we krijgen een schitterend warm voorjaar. Ik dacht, nou, daar ben ik er klaar voor. Maar ook die weervoorspellers laten mij in de steek. Ik moet toch gewoon luisteren naar Ed Aldus of zo.